International love had ik bij mijzelf niet echt gezien, maar het is toch gebeurd. Ik had niet verwacht dat ik hier nu zo zelfstandig zou staan en blij, ondanks wat er ondanks een paar dingen die er zijn gebeurd in 2019. Mijn mama heeft een ongeluk gehad. Ik ben uiteengegaan met mijn vriend en ik ben daardoor heel onzeker geworden. Ik heb een vriend erbij gekregen en die betekent toch wel heel veel voor mij. Na een half jaar nu verder te zijn, ben ik terug heel zelfzeker en heel blij. Mijn zus is bevallen van een kindje, dus dat is ook heel tof. Allee, ik had dat wel een beetje zien aankomen, maar toch als ze het vertelde dat ze zwanger was, dan was dat toch wel een heel grote verrassing. Ik had niet verwacht dat ik een eigen auto zou hebben, want daar heb ik ook super hard voor gewerkt het afgelopen jaar. Dus daar ben ik wel trots op. Ik heb op de hockey, want ik speel ook hockey, heel leuk, heb ik iemand leren kennen van Portugal. Voorlopig gaat het goed, dus international love had ik bij mijzelf niet echt gezien, maar het is toch gebeurd en we zullen zien. Ik dacht een jaar geleden nog dat ik mijn hele leven een kok zou zijn, maar nu ben ik een journalist in opleiding, dus dat had ik niet verwacht. Ja, ik heb een vast contract en ik ben hartstikke blij daarom natuurlijk. In 2019 had ik niet verwacht dat ik terug single ging worden. Ik heb een heel goede relatie gehad, maar helaas is dat op de klippen gelopen. Maar nu ander en beter. Hè. Ik vind het allemaal positief, 2009, dus ik ga 2020 echt meer pompen. Flair, flair.